De analyse van beide trainers. Allereerst team Klompen van Harkemaarse Boys en natuurlijk Bert van Hunestein. Team, klopt het wedstrijdbeeld zoals je het wilde hebben en zoals je het had besproken met je spelers? Nou ja, dat klopt. Kijk, ik weet wel dat DVS een goede ploeg heeft en individueel goede spelers heeft. Alleen ik wist van tevoren niet helemaal zeker of ze 4-3 zouden spelen of 4-4-2. Nou, daar werd in de wedstrijd ook nog gewisseld, dus ja, dat is moeilijk zat. En 4-4-2 ruit is sowieso vervelend om tegen te spelen en dan gaan die backs hoog op. Nou ja, het is een heel tactisch verhaal, maar kijk, waar ik mee moet beginnen is dat mijn ploeg heeft zoveel karakter en er zit zoveel strijd in en zoveel bereidheid in om vieze meters te lopen en druk op de bal te houden en weet ik het allemaal niet. Dus ja, dat is echt goed. En daarom hebben we 47 punten voor een ploeg als Harkemaarse Boys en ja, dat is echt geweldig. Klopt het dat de intensiteit die Harkemaarse Boys met name in de eerste helft aan de dag legde, dat bepalend was voor deze wedstrijd, Bert? Nou, ik denk dat bepalend was dat wij in balbezit niet de juiste keuzes maken. Kijk, op zich was het positiespel helemaal niet misselijk en kan Harkema eigenlijk weinig in het duel komen. Alleen op het moment dat je de eindpaas moet geven, hè, Olivier stond tegenover Bijmes 1-1, snelle jongen tegenover wat minder snelle jongen, ja, dan moet je hem sneller zoeken, moet je hem sneller in de voeten zoeken. En dat hebben we gewoon veel te weinig gedaan. En je moet een ploeg als Harkema moet je eerst kapot spelen voordat ze een keer opgeven. En dat lukte ons gewoon niet en ze werden gesteund door die 0-1 en daar gaan ze nog meer in geloven. Opgeven komt in jullie woordenboek dus overduidelijk niet voor. Nee, en dat is het hele seizoen al zo. En dat is wel dat is waar we wel op drijven. En een goede organisatie van waaruit je speelt. Ja, en dan kunnen soms individuen wel excelleren. Nou ja, dat is gewoon goed. Ja, is de teleurstelling, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te vragen. Is natuurlijk enorm groot. Nou ja, kijk, als je de tweede helft ziet, dan zet je Harkema onder druk. En dan uit die vele voorzetten die er volgen. En inspeelpases en mensen die bijsluiten. Net niet goed uitkomen voor de goal. Ik bedoel, op basis van de tweede helft vind ik gewoon dat we ook recht hadden op meer. Alleen dan is de teleurstelling groot dat het uiteindelijk niet lukt natuurlijk. En, maar goed, weet je, ik mis dan net voor de goal net even de extra scherpte, de wil, de mes tussen de tanden om zo'n verdediger ook eens een keer een oplawaai te geven, waardoor je wel in positie komt. Nou, een paar prima reddingen van de keeper ook nog in de tweede helft. Maar weet je, op een gegeven moment zag je dat het geloof een beetje wegzakte natuurlijk, omdat het maar niet lukte. En dan groeit Harkema steeds verder en verder. Ja, uiteindelijk 0-2. Uiteindelijk gefeliciteerd, teamen, met deze overwinning 0-2. Daar kun je mee thuiskomen. Ja, daar kunnen we zeker mee thuiskomen. Dat is hartstikke mooi. We hebben nu 47 punten. Nou ja, we hebben nog 6 potjes te gaan. We willen gewoon boven die 50 punten uitkomen. Nou, dat is een redelijk rustige doelstelling, vind ik. Derde periode niet? Ja, daar doen we nu ook weer in mee. Maar ja, dat is in deze divisie. Ja, dan doe je weer mee, dan doe je niet mee. Nou ja, ik denk als wij gewoon ons focussen op de rode lijn. Nou ja, dan hebben we aan het einde van de rit genoeg punten. Dat hebben we nu al. Nou ja, we doen dus nu ook weer mee in de periode. Maar daar ben ik niet heel bewust mee bezig. En ik denk ook dat het ons helpt om daar niet heel bewust mee bezig te zijn. Maar gewoon elke week te knallen. Oké, nogmaals gefeliciteerd. En Bert, ja, de boel bijeenrapen en gewoon 6 wedstrijden knallen. Ja, natuurlijk. Weet je, je moet na 0-2 niet gaan panikeren. Het is gewoon zaak om de kopjes weer fris te krijgen. En dan volgende week naar ASWH om te laten zien dat je ook leert van dit soort wedstrijden. Bedankt, succes verder en Bert, jou ook succes.